Je zou het eerlijk kunnen zeggen, maar er zijn maar weinig mensen. Weer een schoonmoeder. Wat is dat met die schoonouders? Aflevering van de schoonmoeders. Nou, laat het daar beneden maar even lekker met rust. Ja. Over een paar weken komt er ook alweer wat uit, dus goed. Daarna is het weer helemaal goed gekomen. Zo goed dat Gijs echt heel veel eerder dan gepland kwam. Maar ja. Hoi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Uit de Shit. We vonden het wel weer eens tijd om mensen een beetje uit de stront te trekken. Van tevoren, wij zijn geen psychologen, geen verpleegkundigen, geen artsen. We hebben hier niet voor gestudeerd. Wie zijn wij eigenlijk? Ja, maar we doen het gewoon van vriendin tot vriendin, weet je wel. Een beetje vriendelijk advies. Maar pin ons er verder niet op vast. Maar even serieus, we gaan jullie zo goed mogelijk proberen te helpen. Ons two cents te geven over de dilemma's die we voorbij zien komen. En de eerste die echt heel vaak, maar dan ook echt heel vaak gesteld werd, was wel of niet voor een tweede kindje gaan. Dat vonden we wel een herkenbare slash... grappige. Een lastige opvallende. Vraag. En een lastige vraag, denk ik ook wel een beetje. Ja, we hebben het er al een beetje over gehad, van wat zouden wij hier nou op antwoorden. Ja. Ik denk wel, als je een keuze doet op basis van verstand, wordt het altijd een hele lastige, of je een tweede, derde of vierde kindje neemt. Want dan ga je toch altijd een beetje de beren op de weg zien, denk ik. Zodra je eenmaal zeg maar de rush van een eerste hebt gehad, zal een helft denken, oh ja, dit is zo leuk. Dit wil ik nog een keer. En er zal ook een deel zijn wat denkt... Oh ja, ik vind dit echt helemaal leuk en zo. Maar ik vond het ook heel heftig. En ik ben blij dat mijn kind groter wordt. En dat de stap naar nog een kindje dan weer heel groot is. Omdat je denkt, ja, weer opnieuw al die luiers, die voedingen. Ja. Slapeloze nachten, nog meer drukte. Kan ik dat wel aan? Wil ik dat wel? Ja, en dus, financieel natuurlijk ook nog. Je hebt eigenlijk best wel veel aspecten eraan zitten. Maar wij dachten wel van, ja, weet je... Als je de vraag al ergens stelt, zal dat ook niet voor niks zijn, denken wij. Vaak komt eigenlijk eerst al een beetje onbewust je gevoel. En dat vormt zich dan in een soort van gedachte. Dus hè, het verstand van wel of geen tweede kindje. Ja. En vervolgens is het eigenlijk wel weer een sterk gevoel. Ik denk zelf echt, als je echt absoluut geen tweede, derde of vierde kindje wil. Dan voel je dat, lijkt mij echt wel. Dat je echt een harde grens voelt van nee, echt niet. Ik ken ook genoeg ouders die één kind hebben. En echt zoiets hebben van wij zijn echt compleet. Ja. Ik denk op het moment dat je het je af gaat vragen van een tweede. Dan borrelt er denk ik wel ergens iets. Ja. En een vriendin zei ook nog wel eens een keertje tegen mij van ja, een tweede of een derde of misschien zelfs een vierde kindje. Het is niet een keuze op de korte termijn. Het is een keuze voor de lange termijn. En voor de korte termijn kijk je misschien op tegen alles wat komen gaat. Weer bevallen, slaaploze nachten. De tropenjaren. Maar ook, denk ook eventjes verder in de keuze. Hoe zou je jezelf over 10 jaar willen zien? Hoe ziet voor jou het gezin er dan uit? Dus dat vond ik ook nog wel een goede om mee te nemen. Want inderdaad, soms kan je gewoon heel erg snel denken van... Oh nee, niet nog een kind. Want ik kan het gewoon niet nog een baby. Ik weet het niet hoor. Maar misschien denk je wel van ja, een gezin van 4 of 5 in totaal. Dat lijkt me wel heel erg mooi. Dus neem ook dat mee in je overweging. Ja, vind ik een goeie. De volgende vraag. Wij hebben geen directe noodzaak om beide te moeten werken. Dus financieel... Goed in de was. Mijn man ziet me liever thuis, maar ik twijfel of ik toch misschien wel graag wil werken. Moet zeggen, als ik het zelf lees en als iemand zegt, mijn man ziet me liever thuis, dan denk ik echt gelijk... Allergie. Mijn allergie, hè? Dus niks te nadelen van. Nee, je hebt vast een schat van een vent. Vast schat van een vent, inderdaad. Maar dan denk ik wel een beetje van, het gaat er altijd om of jij de plezier uithaalt, denk ik. En dan kan iemand jou liever thuis zien, maar dan denk ik, het gaat niet om hem, toch? Ik bedoel, het gaat om jouw ontwikkeling en dat soort dingen. Kijk, het heerlijk trouwens dat je niet per se alle twee hoeft te werken. Ik bedoel, dat ten eerste lijkt me heel bevrijdend, zeg maar. Dat je financieel dat niet hebt. Anderzijds, ik zou bijvoorbeeld zelf persoonlijk niet financieel afhankelijk willen zijn van mijn partner. Ik denk dat dat ook een overweging is die je mee moet nemen. Want ja, moet je dan alles gaan overleggen wat je gaat kopen, zeg maar ook. Dat soort dingen, dan zou ik niet zo heel vrolijk voor worden. En daarnaast voor je ontwikkeling denk ik ook van ja, als jij zelf... Ik zou misschien denken, als het mij zou gebeuren dat ik financieel niet per se zou hoeven te werken... Dan zou ik misschien denk gewoon een studie gaan doen of zo. Ja, misschien iets om jezelf te ontwikkelen. Als je daar tijd voor hebt. Als je er tijd voor hebt, ja. Ja, ik denk inderdaad, Tien heeft het al gezegd, wat wil jij? Dat is het belangrijkste in dit vraagstuk. Vind jij het lekker om niet te hoeven werken? Misschien heb je wel een gezin en wil je graag heel veel tijd doorbrengen met je kinderen. Helemaal prima. Ja, gewoon lekker van dat gebruik maken. Dat is even een goede toevoeging. Dat kwam uit mijn verhaal niet helemaal naar voren. Sorry, dat is natuurlijk inderdaad helemaal goed. Dat staat voorop. Als dat voor jou goed is, is het top. Ja. Als jij denkt, ik zou toch eigenlijk wel graag willen werken. Of ik zou misschien wel wat meer
Wat wil ik doen? Ik zou wel een studie willen doen. Of ander soort werk, inderdaad. Totaal andere richting kan natuurlijk ook. Ja. Ik zou denken, ja, al je opties liggen eigenlijk open juist. Omdat je het financieel niet per se daarvoor hoeft te laten. Dus dan denk ik, ja. Doe wat jij wil. En als je kinderen hebt en het gaat vooral, je man vindt van, ik wil graag dat er iemand fulltime bij de kinderen is. Wat natuurlijk een heel mooi principe is. Maar jij zit daar niet zelf op te wachten. Dan zou je kunnen voorstellen of hij dan misschien niet minder wil werken. Bijvoorbeeld 1 dag in de week. Zodat jullie het samen op kunnen vangen. Ja. Ik noem maar wat. Dus ik zou gewoon kijken naar wat jij graag wil. En kijken wat er mogelijk is. En daarop afgaan. De volgende. Ik kan een vast contract tekenen in juni. Of aan de slag gaan als reisleidster. Iets totaal anders. De informatie is een beetje sumier, maar dat klinkt dus alsof je iets totaal anders kan gaan doen als reisleidster. Of nu een vast contract bij een baan kan tekenen en daar kan blijven werken. Dus de vraag is vastigheid of een risicootje nemen waarschijnlijk. Want je weet waarschijnlijk denk niet als reisleidster daarna wat komt er daarna. De vraag is denk ik, het antwoord is denk ik, waar maakt je hart een sprongetje van? Ja. Als je het alle twee zeg maar gewoon hardop uitspreekt met, ik ga een vast contract tekenen. Of ik word volgend jaar reisleidster en ik ben een jaar lang in het buitenland. Dan is gewoon de vraag van, waar gaat het een beetje van bubbelen van binnen? Dat je denkt, nou dat lijkt me nou superleuk, weet je, een vast contract. Dat vind ik altijd een beetje zoiets van wat mensen over ons zeiden met logopedie ook. Van, ja, maar je hebt een vaste baan en een vast contract. Wat geef je op? Ja, en dat zegt ook eigenlijk niet zo heel veel. Er kan eens goed een reorganisatie of iets plaatsvinden. En dan ben je ook je vaste contract gewoon kwijt. Dus zeg maar, er liggen in, ja, zeg het, elk voordeel heeft zijn nadeel. Zo, Johan kruift toch altijd. Ik bedoel, er liggen overal risico's op de muur. Geluk is sowieso geen vast contract. Als in niemand verzekert jouw geluk. Dus dat krijg je ook niet met een vast contract. Nee. Ik zou zeggen, spaar. Of stel, je wil reisleidster worden, maar je zit heel erg met het financiële stukje. Zorg gewoon dat je vanaf nu de shit eruit gaat sparen. Dat je alles opzij zet wat je opzij kan zetten. Zodat je een financiële buffer hebt. En daarmee creëer je een stukje rust voor jezelf. Om wel je droom achterna te gaan. Als dat je droom is natuurlijk. Je kan altijd, weet je, je kan altijd misschien iets van iemand lenen. Als je toch je baan niet verlengd wordt. Maar je vindt altijd wel wat. Ik moet denken aan Gary Vee op Instagram. Gary V, GARYVEE. Die zou bijvoorbeeld waarschijnlijk zeggen, just fucking do. Ja. Dus ik heb het gevoel, als ik dit lees, de keuze al, dat eerder, volgens mij gaat je hart sneller kloppen van reisleidster. Maar misschien heb ik dat stiekem, is dat gewoon in mijn hoofd. Maar dat gevoel krijg ik er wat meer bij. Want het klinkt zeg maar best saai. Want je benoemt niet eens wat voor vast contract, wat voor sector het is. En wel heel erg over reisleidster daar en daar. Dus dacht ik, klinkt eigenlijk mij, een beetje alsof je de keuze ergens wil weten, maar dat je het gewoon spannend Je moet eigenlijk vindt. Op dat vliegtuigje stappen, letterlijk en figuurlijk. Dit is ook een interessant topic. Mijn schoonzus leent geld van ons, maar ze betaalt het niet uit zichzelf terug. En dan ook lastig, hè? Want is het ook nog eens familie? Ja, dat is lastig. Je hebt er waarschijnlijk niks aan als we zeggen, je had van tevoren misschien duidelijke afspraken moeten maken. Nee, nou, en de context kennen we ook niet helemaal, want dit is zeg maar het enige is wat we weten. Dus de vraag is een beetje van, betaalt ze wel terug als je het gewoon haar vraagt? Of doet het dan ook nog heel lang? Hoe zit het precies? Dat weten we niet helemaal. Maar ik zou wel, als je van tevoren dat weet van iemand, dat hij niet zichzelf geld terugbetaalt, zou ik meteen, voordat je überhaupt geld leent, samen een afspraak maken in de agenda met dan en dan heb je het teruggezet op de rekening. Mm-hmm. Want anders blijft er zo'n roze olifant in de kamer staan, weet je wel. En dan weet je alle twee niet waar je aan toe bent. En een ander, dat denk ik namelijk ook ineens nu ik het zo zeg. Misschien neemt je schoonzus ook al gewoon een loopje met je. Omdat je gewoon weet dat jij het zeg maar toch niet heel duidelijk in bent en niet zegt. En waarschijnlijk denkt, lang leven de lol. Want die heb je ook. Je hebt gewoon mensen die met geld een beetje zo omgaan als, prima, zij kunnen het missen. Ik heb het nodig. En die denken er gewoon, hè, dat is niet kwaad bedoeld, maar die denken er misschien gewoon niet meer aan. En die denken dan van, Ik hoor wel wanneer ze het wel weer terugvragen. En die zijn gewoon heel makkelijk. Ja, die zijn er heel luchtig mee. Gewoon en misschien inderdaad, nogmaals, misschien bedoelden ze dat helemaal niet kwaad of vervelend of zo. Maar daarom moet je met sommige mensen echt hele duidelijke afspraken maken. En zeker als het over geld gaat, is het altijd een beetje een vervelende kwestie. Heb ik altijd Het is echt een grote kwestie. Ja, en nu zit er volgens mij gewoon niks anders op dan erover te beginnen. Ja. Want jij wilt geld terug, wat heel erg logisch is. Ja. En zij komt er niet uit zichzelf mee, dus je zal erover moeten beginnen. Moet je zeggen, je zou iets kunnen zeggen in de vorm van, joh, je hebt een tijdje geleden geld van ons geleend. Wanneer verwacht je het terug te kunnen betalen? Ja. Geen rare vraag. Je kan het ook appen. Hè? Ja. Ik bedoel, als je denkt van, ik vind het eng om dat gelijk het echt te zeggen. Wat ik me nu nog wel afvraag, is je schoonzus. Dus hoe zit het met de band tussen jouw partner en zijn zus? Want eigenlijk vind ik wel een beetje, dat is wel een beetje het kortste lijntje, om het zo maar te zeggen. Ik zou er wel ook
denk van, wat vindt hij ervan? Of zij ervan? Dat weet ik natuurlijk niet. Of jij een mannelijke of vrouwelijke partner hebt. Maar ik zou daar ook nog wel een beetje naar kijken. Want het hoeft niet. Het is niet alleen jouw verantwoording natuurlijk dat dat geld terugbetaald wordt. En het is zijn of haar zus. Dus. En wat schoonfamilie betreft gaan we nog even verder. Want serieus, dat heb ik vaak dingen zoals schoonzus of schoonmoeders hier staan. Ook met kerst. Dit is met kerst met schoonfamilie. Nou, deze is ook leuk. Ik kan niet zo goed... Of nou, hij is helemaal niet leuk. Maar hij is tekenend. Herkenbaar voor mensen. Ik kan niet goed overweg met mijn schoonouders. Sinds ik samen woon met hun zoon in een kluswoning en zij ons heel veel helpen, is onze band steeds slechter geworden. Ik ben zo anders opgevoed. Zij zijn ook heel handig en creatief. Ik ben helemaal niet handig en ik denk minder snel. Ze vinden mij enorm lui. Hoe kan ik onze band versterken? Het zijn tenslotte mijn schoonouders en ik moet met ze door één deur. Heel veel vragen bij dit vraagstuk. Hoezo vinden ze jou lui? Hoe weet je dat? Je geeft hun best wel wat complimenten. Je schrijft jezelf heel erg af. Ben je misschien extra? Ben je heel erg onzeker? Denk je dat ze jou niet aardig vinden? Waarom denk je dat ze jou niet aardig vinden? Ja, goeie. Inderdaad, had ik niet eens aan gedacht. Maar inderdaad, in hoeverre speelt het Nivea-spectrum hiermee? Inderdaad, ja, niet invullen voor een ander. Ja. Moeilijke kwestie. En het klinkt eigenlijk ook enerzijds wel logisch, inderdaad, hoe je het beschrijft. Zoals handige schoonouders en zelf ben je niet zo heel handig. En dat botst, dat kan ik me wel voorstellen, inderdaad. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen wel heel snel denken en creatief. En denken, nou, hups, door. En jij hebt meer tijd nodig dat gaat wrijven. Samen klussen is sowieso een beetje iets dat is maar met weinig mensen echt heel gezellig. Ik bedoel, zelfs met je eigen partner kan het niet altijd heel gezellig zijn, inderdaad. Ik zou in dit geval ook de neiging om te zeggen van wat kun je van ze leren, inderdaad. Juist omdat jij heel erg zegt van je schuift jezelf een beetje eronder. Dat lijkt inderdaad wel een beetje zo vanuit de context die wij tenminste hebben. Misschien moet je bedenken, wat kan ik zelf van deze situatie leren? Omdat je zeg maar zelf zegt, ik ben lang zo handig niet. Misschien kun je er heel veel van opsteken ook, juist hoe zij doen en hoe zij zijn. En je kan dat natuurlijk uitspreken. Hè? Je kan bijvoorbeeld uitspreken, dan stel je kwetsbaar op. Zeggen van, joh, ik merk dat ik echt meer tijd nodig heb om even dit te laten landen. En ik overzie het niet helemaal meer. Ik heb de structuur niet meer. Kunnen jullie me even helpen van wat moet er nou precies gebeuren? En hoe gaan we dat nou doen? Zeg maar, dat je het echt even uitvraagt. Want ik denk niet dat ze jou lui vinden of zo. Ik denk dat een beetje een soort van conclusies die je er zelf aan verbindt. En dat zij waarschijnlijk denken, nou, kom op. Maar als je het nooit uitspreekt wat jij zelf denk ik moeilijk vindt, dan zal een ander inderdaad al vrij snel een conclusie klaar hebben. Dus misschien moet je maar proberen een beetje dit van je af te zetten en zeg maar je kwetsbaar op te stellen en denken, oké, ik ga gewoon even zeggen, ik ben hier niet goed in. Hoe kunnen jullie mij daarmee helpen? Ja. En inderdaad, je kan ook gewoon zeggen, ja, als ik jullie zie klussen, dan voel ik me echt zo lui. Dan denk ik echt, ik kan bijna niks. Ja, ja. Je zegt dat gewoon. En, ja, je kan het met humor brengen. Bijna niemand zal zeggen, nou inderdaad, ik vind je echt super lui. En je bent inderdaad echt een sukkel met klussen. Dat gaan ze waarschijnlijk echt niet zeggen. En als je het gewoon uitspreekt, ja, dan kunnen ze je... Ja, en als ze dat wel zeggen, dan moet je even bedenken, misschien moet er dan toch wel een iets ander gesprek plaatsen. Misschien moet je dan je vriend vragen of hij zijn ouders gewoon niet meer wil vragen om te helpen. Ja, dat kan ook. Nee. Weet je, ik vind het een hele goede team. Ja, dat zou ik doen. Inderdaad. Seks tijdens de zwangerschap, de volgende vraag. Mm-hmm. Ja, ik vind het best ongemakkelijk met die buik. Dat snap ik. En het is toch ook wel erg gevoelig. Hoe doen anderen dat? Dat verschilt heel erg per vrouw. Sommigen zijn zo geil als boter. Heb ik wel eens gehoord. Ja, dat is zo. Heb ik wel eens gehoord, inderdaad. Ja. Ja, ik ben er geen van, dat zou ik er ook even bij zeggen. En die kunnen er lusten wel pap van, gewoon echt de hele 9 maanden lang. Omdat het extra doorbloed is. Hè. Dat schijnt voor sommige vrouwen echt helemaal heaven te zijn. Ik wou dat ik het had. Ik heb het niet. Nee. En ik denk dat iedere lijf daar anders in is. Ik denk in ieder geval dat je naar je lichaam altijd moet luisteren. Als jij nu zegt, zeker het eerste trimester, herken ik ook wel, is het gevoelig. Dan zou ik gewoon zeggen, nou, nu gewoon even niet, zeker met borsten en zo, die dan gaan groeien en pijn doen, want je moet er niet aan denken dat er iemand dan zit te sabbelen. Gewoon. Bij mij werkt het gewoon zo, het eerste en derde trimester heb ik er, nou vooral eind derde trimester en in het begin heb ik nooit zo zin in. Eerste trimester was ik eigenlijk altijd moe. Aan het eind voel ik me echt zo groot en dan doet het alleen maar een beetje buik. Je kan niks, man. Je kan niet draaien. Het is leuk als je lepeltje op z'n hondjes kan je nog een beetje wat. Nou, maar op z'n hondjes, nou, vind je dat? Op het einde, op z'n hondjes? Ja, misschien een beetje af van hoe laag je buik zit. Maar ja, als je een lepel vind ik nog gaan. Maar dan nog, ik vind zeg maar, ik heb nu ook zoiets van, nou, laat het daar beneden, maar even lekker met rust. Ja. Over een paar weken komt er ook al heel wat uit, dus ik vind het goed. Volgens mij heb ik echt bij Gijs gewoon, of bij Jelle, geen idee. Gewoon het maandige seks gehad, hoor. Het eerste jaar dus, hè, dat ik bevalling meegerekend en daarna met hechten, dan ben je wel met 3 maanden. Nee, dat is trouwens niet waar. Maar inderdaad, eerste trimester, nope. Derde trimester vond Jurre er zelf, vond het niet, hoeft dat van hem ook niet meer. Ja. En tweede trimester misschien een paar keer, maar
echt eerlijk gezegd. Daarna is het weer helemaal goed gekomen. Zo goed dat Gijs echt heel veel eerder dan gepland kwam. Maar doe wat je lekker vindt, zou ik zeggen. Ja. Kijk, het tweede trimester vond ik dan wel weer gewoon aardig. En dan vond ik het zelf ook leuk. Weet je, je moet het wel, ja, je moet jezelf ook wel... Ja. Goed, wat ik nog wel denk is, intimiteit is soms wel een soort smeermiddel voor je relatie. Dat kan wel zorgen dat het heel gezellig blijft. Als je soms langere tijd geen seks hebt of geen intimiteit meer hebt, kan het soms een beetje, kan je van elkaar verwijderd raken en chagrijnig worden. Je kan wel proberen intimiteit op andere manieren in te vullen. Massages of misschien kan je, als je daar zelf zin in hebt, hè, als zeg maar geen Polonaise aan jouw lijf, maar je wil hem wel graag verwennen, kan je dat natuurlijk ook doen. Ja. Elkaar masseren of misschien gewoon lekker knuffelen, zoenen op de bank, dat soort dingen. Je kan intimiteit ook invullen op heel veel andere manieren. Dat vind ik wel een hele mooie, inderdaad. Het hoeft niet per se gewoon recht toe, recht aan, zeg maar, seks te wezen, inderdaad. En nogmaals, iedere vrouw en iedere man, of vrouw, man, weet ik veel, iedereen is anders, zeg maar. Ik bedoel, zoals Jor, wat jij zegt, het duurt altijd geen zin meer op het einde. Nou, Jorke zegt bijvoorbeeld helemaal niet, bij wijze van. Nee. En ja, joh, helemaal nog even een leuk gênant verhaal te vertellen. Het komt echt wel weer goed, hoor. Ik bedoel, dat libido komt heus wel weer terug. En het is nogal logisch. Ik denk altijd, je bent ook voor de vrouwen, dit is even voor de vrouwen die het niet van houden, hè, tijdens de zwangerschap. Maar ja, je bent ook met iets heel anders bezig, weet je wel. Ik bedoel, je hebt even iets anders, letterlijk en figuurlijk, aan je hoofd en aan je lijf. Ja. Maar ik weet nog dat ik echt onder invloed van de hormonen, dat moet ik even delen lachen, heel gênant. Toen echt onder invloed van mijn hormonen en ik was ingeknipt en gehecht. Dat ik echt nog tegen je, ik zei, wanneer kunnen we nou in seks? En ik denk, we hebben nooit meer seks straks. Dan denk ik van, ik ben ook niet per se iemand die heel seksueel is of zo, weet je wel. Dus daarom dacht ik echt, het komt echt allemaal weer goed. Ik vond het wel apart, de eerste keer seks, na het bevallen ook wel weer. Ja, het is echt spannend. Even een drempeltje over. Ja, ik weet nog wel dat ik echt dacht, ik hoop maar dat het allemaal een beetje... je vagina ziet er gewoon heel anders uit en het voelt ook anders. Oh, ik vond wel, lange tijd is mijn litteken bij mijn perineum echt lange tijd stug gebleven. Ja, klopt. Ik heb nu ook weer een beetje steken bij die inknip, nu dat weer wat groter en meer door bloed raakt. Dan denk ik, je voelt echt, het is heel apart hoe een bevalling gewoon doet. Ja, dit heeft gewoon echt tijd nodig, jongens. Komt allemaal goed, maar het duurt even. Dit vonden wij een hele herkenbare. Ik heb lelijke kleertjes voor mijn kind van mijn schoonmoeder gekregen. Weer een schoonmoeder? Wat is dat met die schoonouder? Aflevering van de schoonmoeders. Wat te doen? Sneaky wegmoffelen of toch aandoen? Nou, ik heb een goede tip voor jullie. Wat je doet, is dat pakje aantrekken. Je maakt er een foto van. Je appt hem naar je schoonmoeder en zegt, kijk schoonmams, superleuk dit pakje, hij heeft hem aan. En daarna stuur die foto, pak je uit, iets anders aan en je moft hem weg. En ik heb een hele briljante aanvulling hierop. Als ze dan bij je thuis komt en je hebt zeg maar een beetje meer een schoon monster en die zegt van, heb je niet mijn pakje aan? Dan heb je er van tevoren al een klein gaatje met een schaar in geknipt en dan zeg je, ik kwam zo uit de wasmachine. Ik denk dat een bepaalde rits van een broek niet dicht zat of zo. En dan maak je gewoon de 10 smoesjes variant erop. En dan, oké. Even alle gekheid op een stokje. Je zou het eerlijk kunnen zeggen, maar er zijn maar weinig mensen die dat echt doen. Eerlijk zeggen. Ja, het is nogal lelijk. Je moet er niet aan denken dat je het uitpakt en je zegt, oh, wat lelijk. Je zou van tevoren, maar dan komen we weer, hè, achteraf kijken in koe in zijn kont. Je zou van tevoren natuurlijk bij dit soort dingen, als je nog eens een kindje krijgt, wat ik voor wat kunnen zeggen, doe mij maar een leuke bon van Nixnut of Prendetal of noem het maar wat. Zodat je niet kleertjes dit soort dingen dus krijgt. Zodat je voor deze dilemma's niet komt te staan. De laatste. Ik huil best snel en ben daarom best bang voor het evaluatiegesprek op mijn werk. Help. Vind ik wel een hele mooie, moeilijker. Trouwens ook, dat je dat zegt. Lijkt me inderdaad ook wel een lastige. Hier zou je enorme diepte op in kunnen gaan, bedenk ik net. Want ik denk ook wel van, waar komt het huilen vandaan? Vind je het heel moeilijk als je kritisch dan benaderd wordt? Wat is precies de trigger? Waarom huil je? Precies, inderdaad. Maar goed, zo diep kunnen we er niet echt op ingaan. Ik denk dat je verschillende opties hebt. Allereerst is kwetsbaarheid een heel mooie eigenschap. En de wereld zou een stuk beter zijn als iedereen zich kwetsbaar zou kunnen opstellen. Dus zie het niet per se als iets negatiefs. Maar het kan natuurlijk wel je beperken. Want als je heel erg moet huilen, lukt het soms ook juist niet om de redenaties te vinden. Stel, je moet je verdedigen voor iets en je huilt heel erg. Dan kan het soms moeilijk zijn om alle minuut dan te zeggen wat je eigenlijk denkt. Of ik herken dat van mezelf ook wel. Ik denk ook heel vaak, oké, ik moet nu niet gaan janken, want dan kan ik helemaal niks meer zeggen. Ik moet gewoon nu vooral mezelf uitspreken, want anders dan ben ik alleen nog maar aan het sniffen. Dus ja,
Nou ja, ik ben niet zo goed in hoeverre je zeg maar zelf bekend bent met visualisatie en meditatietechnieken en dergelijke. Er zijn natuurlijk wel dingen die je zou kunnen doen om te zorgen dat je voordat je het gesprek ingaat wat steviger letterlijk op de grond staat. Hè? Zodat je tranen wat minder overwhelming zijn. Maar wat jij zegt, hè, ze mogen er ook zijn inderdaad. Maar als je dat heel snel het idee hebt van, oh, ik schiet heel snel een emotie. Want iemand hoeft me één ding te zeggen en ik ben gelijk helemaal onzeker. En ik denk, ik doe het helemaal niet goed. Het is te snel, zeg maar. Het ligt te veel aan de oppervlakte. Dat zou kunnen inderdaad. Misschien is het ook goed om bijvoorbeeld even wat meer soort van lichaamswerk te doen. Voordat je zo'n gesprek ingaat. Dat je thuis even hard op de grond stampt. En het gevoel hebt dat je voeten echt aan de grond plakken. Of dat je inderdaad gewoon probeert te bedenken dat je gewoon een hele stevige boom bent. En als je daar gaat zitten, dat je ook gewoon echt goed naar je voeten toe blijft ademen, zodat je een beetje, hoe zeg je dat, niet te veel gaat zweven bij wijze van. Mm-hmm. En dat je sneller zeg maar je emoties in je hoofd schiet. Maar dat je echt probeert, dus noods leggen je armen op je knieën en dan wrijf je tijdens het gesprek een beetje, dat je weet dat je in ieder geval een beetje op de grond moet blijven staan. En je kan het natuurlijk ook gewoon aangeven van, oh, ik ben wel snel geëmotioneerd, maar ik hoor je en ik heb even een paar minuten nodig om mezelf weer eventjes tot mezelf te komen. En dan kunnen we het gesprek verder zetten. Ja. Dat kan natuurlijk ook heel goed. Ja. Verder denk ik dat het een heel mooi onderwerp is om eens een keer met een coach te bespreken. Nu klinkt het misschien bijna alsof je een complex willen aanpraten. Totaal niet. Maar dit zijn juist dingen waar je van je leert in je leven en waar je zoveel uit kunt halen. Dit zijn echt prachtige onderwerpen om met een coach te bespreken zonder dat je echt een... je hoeft echt niet in de put te zitten om naar een coach te gaan. Coaches zijn er juist om je te helpen met kleine vraagstukken in het leven. Kleine en grote. En dit zou zo eentje zijn waar je denk ik superveel over jezelf over kunt leren. Ja. En wat je alleen maar heel veel inzichten kan brengen. En dat je heel veel baat hebt bij dat soort oefeningen zoals ik net zeg. Dat je gewoon visualiseert. Zeg maar, dat je een beetje de kracht leert van visualiseren en mediteren daarin. En dat je dan op die manier heel anders een gesprek in kan gaan. Ja. Het is best lastig als je inderdaad snel een emotie hebt en dat hoeft helemaal niet over jou te gaan natuurlijk. Misschien ben je gewoon zo'n ontzettende lieverd en trek je alles veel te snel aan. En dat zou mooi zijn als je daar inderdaad wat meer handvaten voor krijgt. Ook voor de rest van je leven, hè? Los van dat gesprek. Dus je krijgt waarschijnlijk nog zoveel gesprekken in je leven. Weet je, dit hou je in iedere baan. Niet alleen met je werk. Nee, ook met conflicten, met geliefden. Of misschien later als je kinderen hebt. Je gaat het je hele leven meemaken. En het is super mooi inderdaad als je kwetsbaar kan zijn en zeg maar snel tot tranen geroerd ben. Er zijn heel veel mensen die daar graag zouden willen dat ze dat kunnen en dat inderdaad niet kunnen. Dus emotie laten zien is heel goed. Maar ja, er zijn nou eenmaal mensen in je leven die er ook wel eens misbruik van maken als ze weten dat jij heel makkelijk En als het te snel is voor jezelf en je je dus beperkt in gesprek voeren met iemand, dan kan het fijn zijn als je ook eventjes dat even een beetje opzij kunt zetten en je ook echt tot woorden kunt uiten. Ja. Zodat het gesprek plaats kan vinden. Ja. Oké, dat waren een heleboel vragen. Inderdaad, dat duist op me nu van de schoonmoeder, schoonouders, schoonzussen. Maar het is denk ik wel duidelijk hoeveel mensen dit een thema is, schoonfamilie. Ja, het was wel weer heel gezellig, moet ik zeggen. En we zien jullie volgende keer weer. Als je al een vraag hebt, mag je hem natuurlijk stellen voor de volgende keer. En dan tot snel. Doei! Hallo! We kunnen het laatste tijd niet meer zonder aftellen. Ergens? Ze hebben gewend geraakt. Oké. 3, 2. Want zoveel mensen hebben shit in hun leven. Wij dachten, we gaan dus even snel een kleedborstel daarheen. Verdammt. Beetje met een wc-papier daar ellende afvegen.